Yo, lieve mensen en welkom weer bij deze nieuwe video. Ik sta hier op station Leeuwarden en ik ga hier vanaf station Leeuwarden het lijntje nemen van de Arriva, wat naar mijn mening de mooiste van heel Friesland is. Van Leeuwarden naar Stavoren. Reis je mee? Daar schrok ik van. Damn. Oké mensen, ik mag een kijkje in de cabine nemen. Kijk mee. Damn. Dit is echt vet. Nou, ik zal nergens aankomen, want dan... Het is wel dit... Ja, dit voelt een beetje als train simulator eigenlijk. Je hebt daar de snelheidsmeter. A tot B. Remmen. AV. Let's go. Ja. Dat was een uniek kijkje in de cabine van de Wink. Super tof van de machinist dat ik dat mocht doen. Nou, nu op naar Stavoren. Ik heb een mooi plekje geclaimd aan een tafel 4 zitje. Reis met me mee. Yo, hier nu op station Sneek en we moeten wachten op de tegentrein en die komt er daar al aan. Dus ik ga snel maar weer instappen. Als vertrekt het ding zo meteen zonder mij. Het volgende station is Driels. Station Eilst. Ja, station Hinderlopen dus, daar komen we zo meteen aan. En een leuk feitje over station Hinderlopen. Station Hinderlopen is het minst gebruikte station van heel Nederland. Met gemiddeld een reizigersaantal van 41 reizigers per dag. Dus als je in een drukke spitstrein zit, dan zitten er waarschijnlijk meer mensen in die trein dan dat er op een dag op station Hinderlopen zijn. Staar. In het Fries is Stavoren staar. Oké, ja, helemaal in het midden van wat ik wou laten zien. Ik ga jullie nog even een leuke easter egg van de Winktrein laten zien. Kijk, hier zo. En dan kom je in een soort spaceship terecht. En nog een leuk feitje wat ik over deze Winktreintjes ga vertellen. Wat jullie hier naast me zien, dat zijn allemaal dieselpacks. Maar die gaan er binnenkort uit en dan worden het volledige batterijaccu's die hier komen te zitten.
Zo, dat was een heerlijk ritje. We zijn veilig en wel aangekomen in Stavoren. En kijk eens wat er hier allemaal te vinden is, joh. En daarmee dank ik jullie heel erg voor het kijken naar deze video. Ik kan jullie dit lijntje allemaal aanraden. Super tof. Als je dit nou een leuke video vond, kun je duimpje omhoog doen. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En ik zie jullie bij de volgende video. Ciao mensen!